het eten van een schilderspalet, kauwen op een liniaal, schrijven met een lolly of het maken van een gummetje. Alles is mogelijk met onze nieuwe eetbare schoolspullen. De meisjes wachten op een kans om weg te sluipen van de lessen. Dolly vindt dat niet erg, maar het probleem is hoe je de leraar afleidt. Daisy heeft een plan. Ze haalt een eetbaar schilderspalet tevoorschijn. Dit zal zeker zo'n zoete kou als Miss Smith afleiden. Knip een palet uit een honingkoeklaag. Smelt melkchocolade in een dubbele ketel en bedek de taartlaag met de warme chocolademelk. Kneed snoepjes. En vorm ze in een borstel. Scoor de benodigde details met een mes. Verf de snoepjesborstel met eetbare parelpoeder. Smelt witte chocolade en voeg kleurstof toe aan het voedsel. En vorm het zodat het eruit ziet als een geperste verf op het palet. Zet de snoepkwast in het midden. Nu moeten we alleen nog beslissen wie het palet naar Miss Smith brengt. Dolly wint dit eerlijke gevecht. We gooien veel en Daisy is degene die moet gaan. De leraar is diep in de wiskunde, zoals altijd. Hier, neem wat rust, Miss Smith. En neem een snack. Ze is erg verrast. Dit zijn de mooiste verven die ze ooit heeft gezien. Ze zijn zo heerlijk. En het palet is ook nog lekker. En het penseel? Dit is wat ik noem een smaak voor kunst. We lopen stiekem weg van de les terwijl Miss Smith haar verfhapje neemt. Het plan heeft gewerkt. De leraar merkt dat de leerlingen pas weg zijn als ze klaar is met het palet. De buitenlessen vergen veel energie van ons. Het is geweldig dat ik een lolly heb. Bovendien is het mijn karamel levenshek. Haal voorzichtig de stok uit een lolly. In plaats daarvan doen we er een balpenvulling in. Los een lepel suiker op in water. Verwarm het in een magnetron. Dompel de vulling in de gesmolten karamel. En bevestig het aan een lollipop. Ik geef de lolly aan mijn vriendin. Maar het blijkt dat het eten van een lollipop en het schrijven met een pen tegelijkertijd niet handig is. Dolly is in haar eigen handen verstrikt geraakt. En mijn snoepje is erg handig. Wat is een 2-in-1 pennensnoepje? Schrijf en geniet van je lollipop. Hoewel Dolly zo gelukkig is. Daisy heeft nu een gum nodig. Ik heb er één. Maar ik zou liever mijn vriendin in de maling nemen met mijn kaasgum. Knip een stuk kaas in de vorm van een gum uit. Verf de gum met gelvoedsel kleurstof. Gebruik een foodmarker om een logo erop te schrijven. Ik neem Dolly's stift, maar het werkt niet. Er is iets mis mee. Nou, er is ook iets mis met mijn vriendin. Dolly zet de gum op een broodje en bijt het er moedig af. Ze moet koorts hebben. Ik neem liever notitieboekjes mee voordat ze ze opeet. Hoe vreemd het ook lijkt, maar Dolly houdt van haar gummetje. Helaas is de picknick voorbij. Miss Smith besnuffelt ons. Haar reukzin heeft haar nooit in de steek gelaten. Hé jij, ga onmiddellijk terug naar school. De meisjes zijn aan het opscheppen over hun nieuwe schoolspullen. Dolly heeft een stijlvol potlooddoosje. Niet slecht, maar Daisy heeft een interessante pen. Dolly laat haar grappige potlood zien. Dan haalt Daisy haar troefkaart tevoorschijn. Het is een nieuw eetbaar notitieboekje. Het is een krikpotje in de rare schoolvoorraadcompetitie. Verf een reep gepofte rijst met felle kleurstoffen. Rol witte suikerpasta tot stokjes. En vorm ze in notitieboekringen. Zet wafelpapier op een bedrukt logo. En traceer het met voedselmarkers. Bevestig het wafeletiket op de rijstkoffer met behulp van eetbare lijm. Bevestig de suikerrietringen aan de ruggengraat van het notitieboekje. Daisy eet 1 ring van de kaft en biedt haar vriendin aan om de rest te proberen. Bijt het? Wees niet bang. Er zit gepofte rijst in mijn notitieboekje in plaats van papier. Dit is erg lekker. Dolly kan het niet weerstaan en eet zelfs het etiket op. Dit is goddelijk.
Ik haal een geheim lekker ding tevoorschijn terwijl Miss Smith me niet ziet. Nee, dit is helemaal geen lijm. Dit is een push popcake in een lijmstift. Knip gekleurde wafelcirkels uit met een schone lijmstift. Druk een gat in het midden van de cirkel met behulp van een rietje. Steek de cirkel in met een tube. Bedek het met gecondenseerde melk. En voeg hagelslag toe. Herhaal het met andere wafels. Vul het stokje. Miss Smith maakt een plakboek. Deze schattige muffin is het waard om in mijn plakboek te zetten. Maar er ontbreekt weer lijm. Zodra ik mijn lijmdessert eruit haal, maakt Miss Smith het al voor ons. Ze heeft dringend lijm nodig. En natuurlijk neemt ze mijn geheime dessert. Hé, dat is niet eerlijk. Miss Smith vindt onverwachte zoete voorraad. Dat is een geluk. De zoete minnaar is opgewonden over de pushpoptaart. Het is kleurrijk en knapperig. Het is de meest heerlijke taartlijmstift. Dus is zeker niets meer over als de leraar onze lijmstift teruggeeft. Miss Smith heeft de hele taart opgegeten. Verveeld in de klas? Het is tijd om een slim spel te bedenken. Het is leuk dat ik een speciale ABC-map heb gemaakt. De brieven zullen ons helpen om woorden in elkaar te zetten en nemen een hapje. Doe wat suiker in een Ziploc-zakje. Voeg vloeibare voedselkleurstof toe. Rits het zakje dicht en kleur de suiker. Dek lettervormige koekjes met eetbare lijm. En bestrooi ze met gekleurde suiker. Schud het overschot af. En bevestig de zoete letters in een plastic mapje met gecondenseerde melk. Ik bied de Dolly aan om een spelletje met me te spelen. In het begin is ze sceptisch. Maar geleidelijk aan laat ze zich meeslepen in het spel. De letters zijn helder en kleurrijk. Het spel is in volle gang. Een echt gevecht om letters is bijna begonnen. Plotseling eet ik een letter in het midden van het spel, zodat mijn tegenstander hem niet krijgt. Heerlijk. Dolly doet hetzelfde. Blijf kalm. Pas op dat je niet stikt in het alfabet. Oeps, Miss Smith lijkt iets gemerkt te hebben. Het is tijd om het op te winden. Miss Smith is verslaafd aan snoepjes. Ze is een echte yummyholic. Miss Smith verstopt zich achter een boek, zodat we niet achter haar obsessie komen. Ze is zo naïef. We horen haar kraken en komen erachter dat het wafeltjes zijn. Denk aan je cholesterolgehalte, Miss Smith. Je hebt dringend behoefte aan gezonde producten in je dieet. Bijvoorbeeld volkoren dunne crackertjes. Maar de leraar denkt dat ze nummer 1 zijn als het gaat om smakeloos voedsel. Oh, Miss Smith, uitdaging aanvaard. Voeg 4 ons poedersuiker toe aan 1 eiwit. Maak glazuur. Voeg een paar druppels voedselkleurstof toe. Roer. Doe het glazuur in een Ziploc-zakje. Knip de hoek af. En knijp het op een hele korrel dunne taart om het geheel te bedekken. Als de liniaal droog is, gebruik je een voedselstift om de luiken te markeren. Schrijf cijfers. Ik kom zo terug met een heerlijke liniaal. Miss Smith houdt van glazuur. Ze merkt niet dat er een gezonde volkoren taart onder het liniaalmasker verborgen zit. En ze eet een paar centimeter met veel plezier. En ondertussen ontdoen we haar van haar zoete en schadelijke verslaving tegenover de calorieënaanval. Toch zijn wafeltjes zo lekker. Tekenen is een groot plezier. Vooral als je met een potlood kunt snoepen. Maar geen gewone, een wafelpotlood. Neem een beetje vulling uit een wafelijzer. Maak een potloodpunt van suikerpasta. En steek het in de wafers. En steek het in de waferstick. Bedek het potlood met eetbare lijm. En bestrooi het met eetbaar glitter. Markeer de punt met voedingskleurstoffen. Ik neem het zoete potlood en bijt het. Mijn lieve vriendinnetje hoort mijn knars in 1 keer. Ze verdient ook een wafelstokje. Maar Dolly's geluk is op. Al haar potloden lijken wel van hout. Er is geen eetbare. Ik geef haar een wafelstokje tot ze al haar potloden heeft geknaagd. Maar het is niets in vergelijking met mijn zoete potlood. Bovendien, als Miss Smith iets vermoedt, kan je altijd doen alsof het een gewoon potlood is.
Vond je onze eetbare ideeën leuk? Laat dan achter in de comments welke schoolbenodigdheden je graag zou willen eten. Een gum, een liniaal of misschien een notitieboekje? En vergeet niet je duim op te steken. Abonneer je op ons kanaal en klik op de bel, zodat je geen nieuwe eetbare ideeën mist op het Troom Troom kanaal.